De karwats bijt in zijn rug. De slang met knopen in haar staart sist in pater Tamkrazeo's hand. Dat komt ervan als je te weinig je best doet, Arcangelo. Je moet je concentreren. Dat gaat niet vanzelf. Gods zegeningen komen nooit zonder leed uit de hemel gevallen. Zeg er niet zo aan. Ik sla je niet voor mijn plezier. Voor mij is dit net zo onprettig als voor jou. Ik weet wat je nu denkt. Dat God zoiets nooit zou goedkeuren. Maar hij begrijpt waarom ik dit doe. Precies zoals jij moet begrijpen. Meesterschap heeft zijn prijs. En om je eraan te herinneren dat je nooit mag opgeven, is er deze pijn. Die komt niet van mij, jij stuurt haar aan. Want ook al ligt de zweep in mijn hand, jij bent het die haar bedient. Wanneer je aandacht verslapt, wanneer je de controle over je buikspieren en je keel verliest, wees niet bang voor de pijn. Ze is je beste vriend. Ze zal je wakker schudden. Dat is mijn doel. De pijn doet zwijgen, zodat je stem het van je overneemt, totdat je strot vrij wordt van alle remmingen die de muziek in jou de weg versperren. Ik las hier een tweede fragment uit de roman Stem over de opleiding van castraatzangers. De pater slaat Arcangelo met de karwats en sist hem hitsig zijn woorden toe. De jonge man blijft werkelijk verbaasd achter. Is dit het wat hij moet doorstaan voordat hij zanger kan worden? Is dit het wat hij moet meemaken voordat hij als zanger kan onthullen wat noten verbergen en woorden verzwijgen? Ik loop door het middeleeuwse deel van de stad Metz. En ik heb die ochtend gelezen in het boek Stem van Daan Esch. En bij me heb ik het Vita Prima Sancti Trudonis. De beschrijving van het heilige leven van de heilige Trudo. Voor de mensen die het de vorige keer niet waren. Toen mij gevraagd werd om een reeks van talkshows te ontwikkelen in het kader van de Trudofeesten, dacht ik, ja, ik zal me dan toch eerst eens moeten oriënteren op wie die Trudo nou eigenlijk is en wat de tijd is waarin hij geleefd heeft. En vooral, wat valt ons met de blik van vandaag op over die tijd? Trudo werd in de 7e eeuw door de bisschop van Tongana Metz gestuurd om daar tot priester geleid te worden. En dus dacht ik, als ik iets van de man moet leren, moet ik eigenlijk doen wat vroeger mensen die op bedevaart gingen, die gingen al wandelend de heilige achterna. Ik deed het zelf. Maar niet al wandelend, ik ging per fiets. Afgelopen mei heb ik een fietstocht gemaakt naar Metz. Van die fietstocht heb ik een verhaal gemaakt en iedere keer in deze Trudo en Stondaggasten neem ik u mee in een deel van mijn verhaal. Vorige keer zaten we op de heerbaan tussen Tongeren en Amen. Vandaag rol ik de film door en loop ik met u door de stad Metz. In Metz kan je de middeleeuwen niet ontgaan. Als je van het station de stad inloopt, dan is werkelijk de open ruimte waarmee de stad je verwelkomt overweldigend. De verzorgde parken, de kerken, de militaire gebouwen, de esplanade. Ik ontdek de oudste kerk, kerkje van Frankrijk. Die is genaamd Saint-Pierre aux Nonnes. En het schijnt dat dat de kerk is waar Trudo tot priester gewijd werd. Die kerk, die ligt zo mooi. Aan de ene kant heb je het arsenaal. Deze academiezaal is een klein beetje een spiegel van die muziekhal daar in de stad. En aan de andere kant ligt een werkelijk idyllisch mooi uitgeronde tuin die naar beneden uitloopt tot aan de Moezel. En daar aan de Moezel overvalt een weldaad van rust en schone verleidingen. Dan hoor ik u denken, die man die is vast in dienst bij de dienst toerisme van de stad, maar dat is helemaal niet waar. Maar u hoort aan me, ik was toen ik daar rondliep oprecht verbaasd over de schoonheid van die stad. Je hebt
roosters, vele roosters. De abdijen, de kerken, de vele kerken. En al die gebouwen maken dat je als het ware door de middeleeuwen loopt. En tegelijkertijd had ik bij me het heilige verhaal van Trudeau. En in dat heilige verhaal van Trudeau werd met grote aandacht beschreven wat er zich binnen de muren van de klooster afspeelt. De jaloezie, de ruzies, de achterklap, de naijver. En ik verbaasde mij werkelijk over wat ik allemaal las. Ik neem u even mee, even over Trudeau zelf. De zeer eerbare Trudeau begon hard te zwoegen op de studie van de Heilige Schrift. Elke dag vermagerde hij zichzelf door te vasten. De nachten bracht hij wakend door, ontstoken door een onbeschrijfelijk vuur. En hij smeekte de Heer om zijn wijsheid als een vloeistof over hem uit te storten. Die fysieke beschrijvingen in die teksten, zwoegen, vermageren, waken, uitstorten, ik verbaasde mij werkelijk. Trudeau die, en nu citeer ik ook weer, werkelijk elegant en zeer mooi was. Wijs in woorden, voorzichtig in zijn manieren, bloeiend van bekwaamheid, bevallig van uiterlijk, vlij. Ik had het idee toen ik dit las dat de schrijver deze een klein oogje op deze Trudeau had. Maar hij ging als volgt verder, versierd met het geschenk van prachtige schoonheid. Zoet in de uitspraak, vervuld met liefde, bemiddelijk van uiterlijk min. Toen ik dat las, moest ik adem snakken. Trudeau werd, zo gaat het verder, vervoerd door de liefde voor het hemelse vaderland. Maar, en dat komt het. De vijand, de duivel, die keek mee. De vijand was jaloers, omdat hij zag hoe deze man van God, Trudeau, hoe devout deze man was. Hij zuchtte en zette zich klaar om de schade te om hem schade te brokkenen. Nou, die duivel kreeg geen vat op de vroomheid van Trudeau, dus ik dacht, weet je wat, ik moet trucs van buiten halen. En hij zette mensen tegen hem op, de rentmeester. De rentmeester begon met het verspreiden van roddels. Hij begint Trudeau zwart te maken. Hij begint Trudeau te vernederen en te pesten. En als hij daarover aangesproken wordt, zeg dan tegen hem, ja, wacht even, die man komt hier om de Heilige Schrift te leren. Waarop de rentmeester zegt, ik zou willen dat wanneer deze man de psalmen in volgorde kan zingen, mijn tanden beginnen pijn te doen. Een jaar later kan Trudeau de psalmen in volgorde zingen. En wat gebeurt er? Men treft de rentmeester een enorme tanden. Waar die jaren mee rondlopen, totdat Trudeau op de grond gaat liggen, op de koude aarde, en God smeken om deze rentmeester van de pijn te verlossen. God hoorde de smeekbeden aan en inderdaad, acuut was de man van zijn tandpijn verlost. Het tweede wonder uit het leven van Trudeau. Het eerste wonder, dat weten jullie, Sint-Truidenaar, ons mag ik dat helemaal niet zeggen, Sint-Truidenaar, dat is mijn vorige keer gezegd. Het zijn, mensen uit Sint-Truiden zijn niet heilig, nee, het zijn Truidenaar, dus die durven dat niet meer uitspreken, Sint-Truidenaar, maar Truidenaar. Maar Truidenaar weten dat het eerste wonder van Trudeau hier in de buurt gebeurde. Hij was een puber, bouwde met stenen een kerk en beloofde God dat als hij de leeftijd zou krijgen, dat hij uiteindelijk een echte kerk in Sint-Truiden zou bouwen. De vijand, de duivel, hoorde dit aan en zuchtte. En hij joeg een jaloerse vrouw tegen Trudeau op. En deze vrouw, die begon Trudeau zwart te maken, begon roddels over hem te verspreiden en uiteindelijk spalten ze dit steden kerk door elkaar, waarop ze ter plekke blind werd. Op het kabaal wat deze vrouw uitstortte, kwam Trudeau aangelopen, hoorde zich het verhaal van haar aan en smeekte God nadat hij op de aarde was gaan liggen,
deze vrouw van haar blindheid. En wederom werd Guido verhoord en op slag kreeg de vrouw met zich terug het eerste wonder van deze heilige. Ik zit in die Arcadische tuin naast het kerkje en lees in de Vita Trionis en vergelijk de teksten uit die heiligenbeschrijving met de teksten uit de roman Stem en met de teksten uit de tijd van de kastraatzangers. En tot mijn grote verbazing ontdek ik dat er heel veel gelijkenissen zijn. De taalgebruik, de stijl, de woordkeuze. Ik verbaas me over de verholen fysieke verlangens die in beide teksten zitten. En daar valt me nog iets op. Gods zegeningen komen nooit zonder leed uit de hemel vallen. Sis de pater, terwijl de karwats in de rug van Arcangelo bijt. Ik sla je niet voor mijn plezier, voor mij is dit net zo onprettig als voor jou, zegt hij. Het is niet de pater die slaat, het is zijn hand die slaat, gestuurd door een hogere stem. Bij Trudo is het niet de rentmeester die het kwade verricht, maar is het de hand van de vijand, de duivel die hem stuurt. Ik ben verbaasd wanneer ik ontdek hoezeer die donkere wereld van gefrustreerde homo-erotiek uit de teksten van de jonge kastraatzangers tot mijn verduistering lijkt op teksten die ik lees in de Vita Trudonis. Die teksten toppen door mijn hoofd terwijl ik door de stad Metz wandel. Wandel langs de Rue Chèvremont, langs de Grenier de Chèvremont naar de Place Saint-Louis. Daar zie ik schimmige figuren rondlopen. De avond dat ik er ben, afgelopen mei, wordt een dronken man hardhandig weggeduwd omdat hij te lang naar een peuter heeft staan kijken terwijl zijn moeder gsm'd in een andere wereld zat. En ik las in de levensbeschrijving dat edelieden aan de praat probeerden te raken met jongelingen die ze vervolgens inkopen om aan hun gerief te komen. Zij die kwaad bedrijven worden gestuurd of door de vijand of door Gods hand. Het is nooit de pater zelf, het is nooit de rentmeester zelf, het is niet de vrouw in de tuin, niet de edellieden die handelen, ze worden allen gestuurd. Wordt hier een wollen deken gelegd over de middeleeuwse duisternis? Zijn mensen in de middeleeuwen, vraag ik mij af, niet zelf verantwoordelijk voor hun daden? Is verantwoordelijk zijn voor je daden blijkbaar iets wat uit latere tijden stamt?